Welkom weer bij een nieuwe video hier in Kleurstad. En deze kamer is nog steeds niet ingericht. En vandaag ga ik het wel doen. Vandaag ga ik gewoon deze kamer inrichten. Dus we gaan gelijk naar de klus toe. Bommetje! Bom! Let's go! Wat is dit nou weer? Huh? Heeft iemand hier een geheime paarse kamer? Een geheime paarse kamer. Ik zeg ook, heeft iemand hier een geheime paarse kamer? Nou, je weet zeker al van wie het is als die paars is. Dit is sowieso van Giel. Wat is dit? Oké, dit kan echt niet. Zou hier dan ook ergens een ingang zijn of zo? Zou hier ergens een deur zijn? Hoe heb ik dit nooit gezien? Is dit net gebouwd? Hier heb je ook een deur, ja. Wow, het is hier ook echt super donker. Ze hebben niet eens lampen hier geplaatst. Wacht, dit is... Wat is dit nou weer? Hij heeft gewoon een geheime kamer onder... Dit kan echt niet, man. Dit kan echt niet. Hij heeft gewoon een geheime kamer onder mijn huis. Wat? Hè? Oké, hij heeft helemaal geen chest hier. Daar baal ik wel een beetje van. Zou ik iets open kunnen doen? Is ergens iets van een chest-achtig iets? Een prullenbak? Nee. En hier heb je ook iets van dirt of zo. Ja, een soort dirtkamer. Doet de noob dan ook mee? Of is dit gewoon toevallig een ingang? Want ja, er zit ook... Nou ja, trouwens. Er zit helemaal geen dirt onder mijn huis. Er zit namelijk normaal zand onder mijn huis. Oh nee, er zit hier ook dirt. Oké, dit is... Nee, dit kan niet. Hier moet je voor in de gevangenis. Je kan niet zomaar een geheime bunker onder mijn huis maken. Ik denk dat dat een van de ergste dingen is die je kan doen. Een geheime bunker maken. Oké, dat mag niet. Dat doet iedereen wel eens. Maar een geheime bunker maken onder, zeg maar, iemand anders zijn huis. Wat heeft hij hier allemaal gedaan? Heeft hij mij hier allemaal zitten spioneren en zo? Waarom heeft hij überhaupt een geheime bunker onder mijn huis? Oh nee. Oké, weet je wat ik ga doen? Ik ga dit gelijk tegen de pro zeggen. Want dit is sowieso Giel. Want als het de pro was, was de geheime bunker wel blauw. En als het noob was, dan was hij echt helemaal van dirt. Dus laat ik gelijk naar de pro gaan. Want pro is hoofdagent, volgens mij. Denk ik dan tenminste. Volgens mij hebben we hem hoofdagent genoemd de laatste tijd. En bij criminele zaken moet je dus bij de pro zijn. Pro! Klop, 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 klop. Politiepro, politiepro bedoel ik dan. Vooral. Ja, doe even je politie. Eén moment. Ja, ik moet politiepro spreken. Politiepro! Politiepro, schiet op. Politiepro! Hallo, je hoeft niet je stem te veranderen als je politiepro bent. Oh, oké, sorry. Pro, ik wil aangifte doen. En volgens mij was ik zelf ook agent. Dus mag ik ook weer mede-agent worden? Natuurlijk. Oké, dat is stop. Dan moet ik even naar mijn huis. Ik heb ook een politiepakje. Maar ondertussen dat we naar mijn huis lopen, ga ik je vertellen wat er aan de hand is. Trouwens, als we naar mijn huis lopen, dan kan ik je laten zien wat er aan de hand is. Dat is nog veel beter. Even stil doen, want ik denk al dat ik weet wie het gedaan heeft. Dus die daar, weet je wel? Die daar, die, ja, die paarse, die heeft het gedaan. Hij is ook binnen, sorry. Ja, daarom, niks aan de hand. Hij hoort ons niet. We gaan gewoon lopen. Oh, kijk, McDonald's heeft nu ook een foodtruck. Zie je dat? Ja, dat zie ik, ja. Oké, we zijn er wel ver genoeg. Wat is er aan de hand dan? Oké, kom maar mee. Onder mijn huis zit een geheime bunker. Een geheime bunker? Ja, oké. Van wie? Ik denk... weet je, jij mag ook van mij gokken. Als je kan raden van wie het is, zou ik het wel zeggen vinden, hoor. Gewoon, waarom moet ik gokken? Nou, omdat ik het zelf ook niet weet. Dus wat denk jij? Van wie is het? Oké. Ja, nee, ik snap het al. Ja, nee, oké. Hij is volledig paars en via hier kan je naar binnen. Agent Pro. Nou, hier wil ik dus sowieso aangifte voor doen. Kijk, hier kan je naar binnen. Oké. En dan kan je hier zo doorlopen. En kijk dan! Dit kan toch niet? Nee, dit is... onder jouw huis is wel heel erg... ja, dankjewel. Dit is gewoon privacy ook. Gewoon. Wat heeft hij hier allemaal gedaan? Misschien allemaal afluisterapparaten of zo ingelegd. Oef, jeetje. Dat zou wel heel... Ik weet het ook niet. Een probleem zijn. We zullen hier werk van moeten maken. Ja, ik ga ook gelijk mijn politiepakje aandoen. En dan moeten we hem gewoon meenemen naar de gevangenis. Naar de gevangenis. Ik weet niet of we dat zomaar kunnen doen. Ik denk dat we hem voor de rechter moeten slepen, Mick. Ja, maar we kunnen hem misschien toch... hoe heet dat? Voorwaardelijk in de gevangenis zetten. Totdat hij voor de dat zouden we wel kunnen doen. Ja, dat kunnen we wel doen. Oké. Agent Pro, kan je even hier wachten? Want ik heb geen onderbroek aan. Oké, dankjewel. Zo, even kijken. Als het goed is, heb ik hier mijn politiepakje ingedaan in deze la. Ja, kijk eens aan. En dan doen we hem even aan. Zo. Bloep, bloep. Oh, bloep, bloep, bloep. Ik heb alleen mijn taser niet meer. Maar er zal vast wel nog een taser liggen bij de politiebureau. Oké, ik ben aangekleed. Ik heb wel heel erg honger. Heb jij toevallig eten, Pro? Jij bent toevallig... kijk eens aan. Is dat nog allemaal van de Big Mix? Dat is allemaal van de Big Mix. Ja, dat is top. Nou, dankjewel. Dat vindt Olly ook altijd lekker, hè? Of ik bedoel Boos. Dit is Moshi. En waar is Olly eigenlijk? Olly? Olly. Waar is Olly? Olly die zal hier ook wel ergens in mijn huis zitten. Maar ja, we moeten door. Want dit is een belangrijke zaak. Ik weet
ook niet hoe lang dit al bestaat. Ja, dat zou ik ook niet weten. Misschien is het net gebouwd? Oké, ja, het zou kunnen natuurlijk. Je zou zeggen, ik bedoel, het valt redelijk op, toch? Nou ja, ja, op zich wel, ja. Maar toch heb ik het nog nooit gezien, dus dat is best wel raar. Oké, ik wil even naar het politiebureau lopen, want ik wil, ik heb een taser nodig. Oké, nou ja, in die kist ligt er een. Oké, dat is top. Kijk, hoppakee, een tasertje erbij. En dan gaan we nu naar Giel. En dan gaan we hem voorwaardelijk in de gevangenis zetten en daarna voor de rechter slepen. Jazeker. Oké, let's go. Dit is een eentje. Oké, maar eigenlijk, ik snap niet waarom die voor de rechter moet, want dat ding... Waarom laat ik hem nou de hele tijd vallen? Waar is hij nou? Heb jij hem opgepakt, bro? Wat? Nee, ik heb niks opgepakt. Ik ben mijn taser kwijt. Mick. Hoe kan ik mijn taser nou weer kwijtraken? Wat is dit nou? Oké, dan pak ik even een nieuwe taser. Jeetje, die dingen die kosten ook wat, hè? Ja, dat snap ik. Maar gelukkig hebben we genoeg diamonds, zie ik hier al. 27. Oh, ik heb wel de taser. Oh, ik heb hem opgepakt. Oké, ik heb dus niet een nieuwe. Ik heb hem blijkbaar wel opgepakt. Oké, we gaan naar Giel toe. Zo, dat was even een kleine afleiding, maar ik hoop dat hij nog thuis is. Dat we hem nog überhaupt voor de rechter moeten slepen. Dat ding is gewoon paars. Tuurlijk is het Giel. Ja, er moet wel genoeg bewijs zijn natuurlijk. Ja, ja. Klap, klap. Nee, we hoeven niet aan te kloppen. Dit is een inval. Wat is dit? U bent aangehouden. U bent aangehouden. Blijf stilstaan. Alles wat u doet kan tegen u. Ik heb niks gedaan. Ik schiet op je. Ik heb niks gedaan, jongens. Nee, we kunnen gaan uitleggen wat je gedaan hebt. Ik heb niks gedaan. Stilstaan. Als je niks gedaan had, zou je niet vluchten. Kom op, robot. Help me. Nee, die robot gaat je zeker niet helpen. Hier, stilstaan, Giel. Stilstaan. Help me, robot. Help me. Stilstaan. Nee, wat is dit nou weer? Hey. Pak ze. Die robot doet trouwens helemaal niks. Die mag mij ook. Nee, oké, misschien is... Wat zet heb je robot gedaan, jongens? Terug. Ik heb geen idee wat ik heb... Ja. Ik zet er wel even stil, joh. Jongen. Giel, nou stilstaan. Ja. Giel, ja, je bent aangehouden vanwege een geheime bunker bouwen onder mijn huis. Een geheime waterbunker. Okay. Onderwaterbunker of meekomen, zo. Meekomen. Ja. Je gaat voorwaardelijk even de cel in. Niet waar jullie het over hebben, maar goed. Je weet niet waar we het over hebben? Dat zal Oké. Je gaat voorwaardelijk de cel in en morgen is er een rechtszaal tegen je. Wat is dit? Een rechtszaal tegen mij? Oké, ja, is goed. Nou, een hele rechtszaal die boos op jou is. Ik bedoel een meelopen. Rechtszaak. Een rechtszaak tegen je. Oh, zeg dat dan. Ja, niet zo stoer doen. Hé, ik weet niet wat... Hey, ik ben helemaal duizelig, man. Doe eens even normaal. Ja, kom doorlopen dan. Kruipen. Ja, okay, goed zo. Is goed. Kijk zo. Ja. Kijk, en voor je kijken. En dan gaan we rustig naar het politiebureau. Het moment dat je opstaat, word je weer getaserd. Ja, we zijn er bijna. Ja. Ik weet de weg. De deur hier zo. Hoppakee. Ja, goed zo, Giel. Wat luister je goed? Oké, vanaf nu mag je staan en dan moet je gewoon naar de gevangenis lopen. Je weet de weg, toch? Ja, is goed. Zo, kijk eens aan. Wat luistert hij opeens goed? Nee, Giel. Oh, wat is dit weer kinderachtig, hoor. Sta stil. Ik heb niks verkeerd gedaan, jongens. Je weet dat dit al... Je straf wordt nu alleen maar hoger, omdat je ook aan het vluchten bent voor de agenten. Nee. Ik ga wel terug. Als je nu in één keer naar de gevangenis loopt, kunnen we het nog, zeg maar, dan hebben we niks gezien. Oké. Is goed. Rustig. Maar anders gaan we dit ook in de rechtszaak bespreken. Ja. Is goed. Oh, sorry, agent Pro. Dat was per ongeluk. Dat is al de tweede keer dit. Dat was per ongeluk twee keer. Oké, kijk eens aan. Zo, hier voor de gevangenis wachten. Nee. Dat heb je allemaal mooie dingen in de kist. Oké, wil je dat? Je wil echt een grote straf krijgen, nee, of niet? Nee, was een grapje. Oké, hier zo. Hup. Daarin. Ik weet de code. Ja, hup, naar binnen. Ja. Zo, erin. Kijk eens aan. Hoppakee. Oké, we gaan een rechtszaak regelen, Giel. Voorwege een geheime onderwaterbunker bouwen. Ik onder heb niet mijn huis. Dat ding gezien. Maar goed, prima. Ga maar lekker een dagje slapen en dan komen we. Dat ding is terug. Paars, Giel. Wie moet het anders hebben gedaan? Oké, we gaan... ik ga even een hele rechtszaak regelen. We moeten natuurlijk een rechter hebben. We moeten alles hebben. Dus dat ga ik even regelen, pro-speler. Ja, komt goed. Tot morgen dan. Tot morgen. De volgende dag. Oké, het is de volgende dag. En als het goed is, is de rechter er al. Oh, even kijken. Hallo, rechter, professor. Hallo. Oké, jij gaat eerlijk zijn, hè? Jazeker, ik kom hier om mijn taak als rechter zo goed en rechtvaardig mogelijk te voltooien. Ja, dat vind ik mooi om te horen. Ik ben dus degene die Giel gaat aanklagen. En ik heb advocaat Pro mee. En volgens mij komt advocaat Pro, die tegelijkertijd politieagent Pro is, straks met Giel hier naar binnen. Oké, dat is goed om te horen. En Pro, hey, hallo daar. Hallo, Giel. Kom maar zitten. Daar zo, ja. Ja, ik weet het. Volgens mij hebben we ook weer een advocaat voor je toegewezen, omdat je, je krijgt gratis een advocaat. Inderdaad, ik heb advocaat Noob aan je toegewezen. Oh, nee, niet weer. Oké, maar Noob is te laat, of niet? Ja, hallo, hier ben ik. Oké, nou, je bent net op tijd, Noobie. Ja.
Ja, net op tijd. Sorry, meneer de rechter, maar er stond de file op de weg. Geen probleem, Noobie. Ga maar zitten. Je mag plaatsnemen naast Giel. Yes. We hebben alleen maar bospaden hier, Noob. Ik weet... Oké, maar niet... Wil je eigen advocaat? Dat is jouw advocaat, Giel. Nee, ik zou niks tegen jouw advocaat doen. Oké. Ik ga de klacht indienen. En de klacht is dat er een paarse onderwaterbunker onder mijn huis is. En ja, paars staat gelijk aan. Hij is van Giel. Oké, ik heb, dus, ik heb de foto's heb ik gezien. Ik heb inderdaad gezien hoe de bunker eruit ziet. En je hebt gelijk. Hij is inderdaad paars. Giel, wat heb jij te zeggen voor jezelf? Ik was er niet. Of wacht. Misschien heeft de Noob wat voor je te zeggen. Ja. Nee, Mick mag ook zelf praten. Dus doe ik ook. Ik dien er gewoon de klacht in. Dat is Mick is de aanklager. Natuurlijk kan hij zeggen wat hij wil. Als jij, wil je jezelf representeren of moet Noob jou representeren? Nou, laten we eerst even kijken hoe dat de Noob het ervan afbreekt. Laat me horen, Noob. Oké. Hallo meneer de rechter. Hallo Mick. Hallo. Heb jij echt een paarse ding gemaakt? Nee! Oh nee, hij heeft het niet. Noob, even de zaken. Jij moet laten weten waarom hij het niet heeft gemaakt. Ja, nee, dat is daarom. Ik vroeg het aan hem en hij zei nee. Dus nee. Dat is al reden nummer 1. Hij dat zei is nee. Dat vind ik geen goede reden. Oké, maar hij zit voor. Giel ligt al vaker. Maar oké. Nee, maar niet in de rechtszaal. Nee. Want dan krijg je heel veel straf voor. Jongens, orde. Noob is aan het woord. Ik ben aan het woord. Ik hou mijn mond. Ja. Ja. En ik heb de foto's ook gezien. En het is wel paar. Maar wie zegt dat hij niet iemand anders paars heeft gebruikt, hè? Heb je daar wel eens over nagedacht? Oké, je maakt een goed argument, Noobie. Je maakt een goed argument. Maar joh, het is toch wel duidelijk dat als er een bunker gemaakt is van paars, dat van Giel is. Pro, laten we één voor één praten. Maar ik heb dat niet gedaan. We moeten terecht. Het pleidooi is klaar. Ja. Oké. Oké, nou Mick, wat is je reactie? Nou, ik zou wel graag wat willen zeggen, maar eigenlijk heb ik Pro de advocaat mee. Tevens politieagent, dus ik zou aardig tegen hem zijn, want hij is ook... Advocaat, pro, moet je niet je politieagent pak je fout doen? Is dat niet een beetje onprofessioneel? Diamond Armor. Dit is een goede advocaat. Okay, Mick, zie je nu al. Het is mooi geweest. Beter dan jouw advocaat, Triel. Mick. Ja. Hey. Ja. Stil. Wat? Oké. Hallo, meneer de rechter. Noobie, Giel. Hallo. Oké, nou, dus ter duidelijkheid. Dus omdat... het van paars is gemaakt, maar we niet zeker weten dat het paars is, is het dus geen probleem. Nou, precies. Als je het mij vraagt, iets van paars gemaakt is, alles in kleur dat paars is. Nee, heeft Giel gemaakt. Waarom is dat deze keer niet het geval? Stop met dit pleidooi, want dat klopt natuurlijk niet. Als ik nou een paars blokje pak. Pleidooi, dat is wat denk ik dure woorden gebruiken. Noob, jongen. Ja. Wat is dit nou opeens? Je onderbreekt hem. Rechter, je moet zeggen dat niet mag. Ja, orde in de zaal, orde in de zaal. Ja. Hoor in de zaal. Wil je een interjectie toevoegen, Noob? Ik protesteer. Want... Je protesteert. Laat me horen. Hij zegt als het paars is, is het van Giel. Maar laatst had ik ook een paars blokje. En die heb ik neergezet. En ik zou je vertellen, ik eet helemaal geen Giel. Ja, inderdaad. Dan heb je een goed punt, advocaat kan van me. Het zou iemand anders zijn geweest. Oké. Ja. Ik ben zo. Bam! Lekker man, high five! High five! Nou, ik vind dit een onredelijk iets, meneer de rechter. Want ik heb ten eerste nog nooit een random paars blokje ergens zien staan. En altijd, maar dan ook echt altijd, wanneer er iets paars is in Kleurstad, is het van Giel geweest. Wat jij zegt, Noob, zou de waarheid kunnen zijn. Ik heb het is niet de gezien. Waarheid. Ik denk dat niemand in deze rechtszaal, iedereen in het publiek... Ja, er zijn geen mensen, maar... Die heeft het ook nog nooit gezien. Dus ik denk dat toch gewoon een... valse statement is die je zegt. Rechter, mag ik ook nog wat vragen aan Giel? Ga je gang, Mick. Oké. Nou, het viel me dus op. Er was een douche, er was een eettafel en boeken lagen in mijn geheime bunker. Oké, dus er was een heel... een heel huis eigenlijk. Ja, maar die boeken, die zagen er best apart uit. Wat waren die boeken? Dat vind ik veel. Ik heb die bunker helemaal niet gemaakt. Oké, dat was even kijken. Misschien trapte hij erin, maar... Oké. Hij blijft goed in zijn rol dat hij het niet weet. Oké. Ik heb het ook niet gedaan. Wil iemand nog een laatste toevoeging brengen aan deze rechtszaak? Mijn advocaat Noobie. Oké. Oké, Noob. Het woord is aan u. Oké. Ik ga wel iets goed zeggen, ja? Oké. Ja. Jongens en meisjes, iedereen in de
zaal. Ik wil graag zeggen dat Giel niet heeft gedaan. Want Giel heeft het niet gedaan. Dat zei hij. Dat was nummer 1. En nummer 2 is het paars, maar dat zegt niks. En Giel weet precies, niet wat de boeken zijn. Dat weet hij niet. Ik wil ook nog wat zeggen. Oké. Ja, Noob, was je klaar of nog niet? Nou, misschien probeert iemand hem wel erin te luizen. Ja, ik wil hem erin te luizen. Oké. Ik heb een zinnige. Ja, ga maar zitten, Noob. Tot slot, Mick aan het woord. Nou, wat me ook opviel, er was een paarse halte, zeg maar. Maar er was ook een dirt halte. Dus misschien hebben deze twee wel samengewerkt. Dus je klaagt ze nu allebei aan? Wat? Nee, ik zeg alleen, ik concludeer dat er ook een hele dirt ruimte is. Jij plaatst nooit dirt, Mick? Nu ben ik even advocaat van de Noob. Ik maak geen ruimte van dirt, laat ik het zo zeggen. Oké, maar de rechter aan hem natuurlijk te kijken of de paars en dirt gebouw niet van deze twee misschien. Ja, orde. We zijn aan het eind gekomen. Er komt nu een uitspraak en die luidt als volgt. Ik vind als rechter dat het bewijsmateriaal dat aan me gegeven is, dat ik niet kan concluderen wie de geheime bunker heeft gevonden. Wat? Waar ben je zo blij mee? Gewoon dat we gelijk hebben. Oké, orde in de zaal. Ja. Dat wil dus betekenen dat er vandaag geen uitspraak gedaan gaat worden over een straf voor Giel. Giel is een vrij man. Geen boete betalen, absoluut niks. Het enige wat er vandaag gaat gebeuren mogen, is dat Mick heel die bunker die onder zijn huis staat, wat zijn terrein is, weg mag halen. Hoezo moet ik hem weghalen? Nou, gefeliciteerd, Mick, met deze. Je moet hem niet weghalen, je mag hem weghalen. Het is jouw terrein, mag jij mee doen wat je wil. En hoe zit het met mijn schadevergoeding? Schadevergoeding, waarvoor? Ja, voor onterecht in de cel zitten. Dit is hoe het systeem werkt, hier kunnen we niks aan veranderen. Ik ben een vrij man. Wil je meubels terug of niet? Mijn meubels terug? Ja, die in die bunker liggen. Ik heb helemaal geen meubels daar. Oké, hij trapt er niet in. Dankjewel, rechter. Ik ga hem weghalen. Oké, ik ben het niet eens. Dit was sowieso van Giel. Maar ja, de rechter vindt blijkbaar van niet. Nou, dan zullen we er maar nooit achter komen van wie die is. Ik ga in ieder geval wel die lelijke bunker weghalen. Want ik ben er helemaal klaar mee. Wil je nou de volgende survival zien? Klik dan even hier. En de vorige survival klik dan hier. En dan zeg ik zoals altijd, Mick out.